We staan hier in Eindhoven op het nieuwe tijdelijke perron wat vanmorgen in gebruik genomen is. Tijdelijk perron is nodig om het treinverkeer gedurende de bouw van de nieuwe reizigerstunnel zo te faciliteren dat alle treinen kunnen blijven rijden. Vanochtend is de eerste fase afgerond. Die vond nog plaats buiten de kap, dus hadden de reizigers weinig last van. Nu gaan we beginnen onder de kap en daarvoor is het tijdelijk perron nodig, waardoor alle treinen nog gewoon in dienst kunnen blijven tijdens het bouwen van de nieuwe tunnel. Dit tijdelijk perron blijft 2 jaar in dienst, waarna we de nieuwe reizigerstunnel open stellen voor het publiek en daarna gaan we de oude reizigerstunnel renoveren.